Op 19 kilometer van de halve marathon van Haarlem is mijn hart gestopt. En ben ik gevallen. Bijna voor de voeten van iemand die er verstand van had. Dus me gaan beademen, gaan reanimeren. Dat is een groot geluk voor jou geweest, dat diegene meteen wist wat hij moest doen? Ja, anders stond ik hier niet. Jouw vriendin liep achter jou. Liep een minuut of vijf achter mij. Dus tegen de tijd dat zij aankwam, toen werd ik net herstart. En dat is natuurlijk niet leuk. Nou heeft Marijn al heel lang een moeilijk hart, zoals hij dat zegt. Maar dat hardlopen, dat hoort net zo goed bij hem. De artsen hebben altijd gezegd, ga vooral zoveel mogelijk hardlopen als je wil. Want dat is alleen maar goed. Ja. Dat het ooit zou stoppen, daar heeft men geen rekening mee gehouden. Met zijn herstel is hij nog steeds bezig. Toch longt alweer de start op de Grote Markt. Is het gekke werk? Niet iedereen begreep dat, maar de meeste wel. En er zijn ook een heel aantal die het een heel goed idee vinden. En wat zeggen ze dan? Ja, is dat nou wel verstandig en waarom? En god, dat zo belangrijk voor je is. Maar ja, ik vind het vrij belangrijk en ik vind het vrij normaal. Maar afzien van het feit dat je natuurlijk altijd moet zorgen dat iemand het leven kan leven wat hij wil leven, is het ook gewoon heel gezond. Het heeft me ook zeker, het weer hervatten van mijn trainingen, heeft ook zeker bijgedragen aan mijn herstel. Het is ook gedeeltelijk om even recht te trekken wat er vorig jaar gebeurd is. Dat was niet leuk en nu gaan we er wel wat leuks van maken. En wat gebeurt er als je nou datzelfde punt passeert? Ik kom er op een kleine 100 meter na langs en mij zal het niet zo gek veel doen. En daarbij, je zit dan op 19 kilometer van de halve marathon, dus op dat moment wil je helemaal finishen. Je hebt wel een leeuwenhart dan, hè? Nou, dat heb ik niet. Dat is gebleken. En net, een uurtje geleden, is het hem dan toch gelukt.